Voorzitter, er komt een beetje ruimte om een drankje te drinken, wat te winkelen en weer wat langer op bezoek te kunnen. Ruimte waar we met z'n allen ons best voor hebben gedaan. Maar ook ruimte waar we allemaal verantwoordelijk mee om moeten gaan. Dat zijn we aan de zorg, aan ondernemers en aan elkaar verplicht. Na zo'n inbreng kun je een interruptie verwachten. Mevrouw Ploemen. Ja, voorzitter, ja, want uiteraard wilde ik het hebben over die ruimte en of dat wel verantwoord is. Want ik zou mevrouw Hermans willen voorhouden, het is een hele lange lijst, dus ik heb het maar even opgeschreven. De IC-opnames vandaag zijn de hoogste in 2 weken. Het aantal besmettingen vandaag is bijna 10.000 mensen. Het bericht vandaag dat het Martini ziekenhuis 8 operatiekamers moet sluiten en dat nieuwe patiënten naar andere ziekenhuizen moeten. Vanaf morgen, las ik net, worden in het Erasmus MC alleen spoedpatiënten geholpen, want het personeel is nodig om COVID-zorg te geven. Dus het OMT adviseert met klem om de versoepelingen pas uit te voeren nadat vast is komen te staan dat de piek inderdaad achter ons ligt. Nou, die cijfers die ik net gaf, suggereren niet dat de piek achter ons ligt. Is mevrouw Hermans het met me eens dat nu versoepelen volstrekt onverantwoord is? Mevrouw Hermans. Voorzitter, de volgende zin die ik wilde uitspreken was dat, wat ik zei, we zijn verantwoordelijk omgaan met die ruimte, dat zijn we aan de zorg verplicht. Want in de zorg is de druk nog steeds gigantisch hoog. Daar wordt keihard gewerkt. Nou, de cijfers die mevrouw Ploemen noemt, die onderschrijven dat alleen maar. En wij verheugen ons nu op een terrasje volgende week en aan zorgpersoneel vragen we om een vrije dagen terug te trekken. Hoe zeg je dat, niet op te nemen? En dat voelt oneerlijk, dat begrijp ik hartstikke goed. En tegelijkertijd, we hebben hier vorige week ook gedebatteerd over het perspectief bieden. Dat perspectief is ook zo belangrijk voor de samenleving, voor ondernemers. Juist ook om ons aan een aantal basisregels die zo belangrijk zijn te kunnen blijven houden, om daarmee de zorg in de benen te houden, om daarmee kwetsbaren te kunnen blijven beschermen. Dus dat het een dilemma is, dat het steeds zoeken is naar een balans, dat deel ik volkomen met mevrouw Ploemen. En ik zie ook met de cijfers van vandaag, dat continu een dilemma en een balanceeract blijft. Maar waar het kabinet op grond van al die adviezen een brede afweging heeft gemaakt, moeten wij dat hier in de Kamer ook doen. Hebben wij dat in mijn fractie ook gedaan. En hebben wij alles afwegende gezegd. We zien dat die druk nog steeds heel hoog is. En we erkennen dus ook dat oneerlijke gevoel. Daar loop ik absoluut niet voor weg. Maar om dat draagvlak te houden, om ook al die maatregelen die zo nodig zijn om echt over die piek heen te komen, om dat met elkaar vol te houden, zijn wij nu bereid deze stap te zetten. Mevrouw Ploemen. Ja, voorzitter. Ik hou mevrouw Hermans voor. Het is onverantwoord. Bijna 10.000 positief geteste mensen. Dat zijn de laatste cijfers. IC-opnames die steeds hoger worden. Mijn voorstel zou zijn, zorg dat de steunpakketten voor ondernemers verlengd en versterkt worden, zodat zij inderdaad perspectief hebben. Hou op met het geven van valse hoop aan mensen en versoepel pas als de cijfers, ook volgens het OMT, daar aanleiding toe geven. Is dat wellicht een voorstel dat mevrouw Hermans dan toch kan steunen? Mevrouw Hermans. Kijk, ook in deze stap geven we nog niet alle ruimte aan ondernemers of alle ruimte aan de samenleving om weer te doen wat we zo graag zouden willen doen. Dus dat we ook in die steunpakketten en in het ondersteunen van onze ondernemers nog lang niet klaar zijn, dat ben ik helemaal eens met mevrouw Ploemen. Maar ik blijf wel naar die bredere afweging kijken en ook naar wat het OMT, ik heb ook gezien wat het OMT zegt over wacht met het besluit tot we die piek echt gehad hebben. Maar we staan hier vandaag om te debatteren over verruimingen, ruimte voor volgende week. En we zien ook dat in die modellen in de loop van volgende week, als alles goed gaat, als het gaat zoals we hopen, dat die cijfers naar beneden gaan. En ik vind wel, net zoals ik hier vorige week bepleitte in de richting van meer ruimte, dat we dag op dag die cijfers moeten blijven controleren en monitoren, dat natuurlijk ook geldt voor de stap die het kabinet nu aangekondigd heeft, dat we natuurlijk steeds moeten blijven kijken, voldoet het nog aan hoe we gedacht hadden op basis van de modellen dat het zou gaan verlopen. Dank u wel, mevrouw Ploemen. Oké, dus mevrouw Hermans zegt nu met mij en met het OMT,
neem niet nu het besluit om te versoepelen, maar neem dat pas en bekijk dat van dag tot dag. Neem dat besluit pas als daar echt aanleiding toe is, als we die piek achter ons hebben. Want dat is wat het OMT zegt. Nee. Dus mag ik concluderen dat mevrouw Hermans dat ook vindt? Of zegt zij, de cijfers lopen op en toch nemen we vandaag het besluit om te versoepelen per 28 april? Mevrouw Hermans. Wat ik zeg is dat wij nu, gegeven de modellen die het OMT heeft, waarmee ze de prognose uitspreken dat in de loop van volgende week die piek bereikt is en we die daling gaan inzetten, op grond daarvan zeggen wij nu in die brede afweging, ja de zorg overeind houden, ja kwetsbare beschermen, dat blijven onze doelen. Maar daarvoor moeten we wel draagvlak in de samenleving hebben, moeten we wel zorgen dat we die basisregels blijven naleven. Daarvoor is een beetje perspectief, een beetje ruimte ook belangrijk. En in die balans steunen wij nu de stap die het kabinet zet. Maar ik zeg daar nogmaals bij, waar ik vorige week zei, blijf op weg naar ruimte dag op dag kijken, zeg ik nu, blijf gegeven de ontwikkelingen ook dag op dag kijken of we hier de juiste dingen doen. Ja. Voorzitter, dan rest mij geen andere conclusie dan die zegt dat mevrouw Hermans onverantwoorde risico's neemt met de gezondheid van mensen, onverantwoorde risico's neemt als het gaat over de zorgcapaciteit, de zorg overbelast, voorzitter. Dat vind ik een treurige conclusie. Ik deel haar inzet zeker niet. Met 10.000 positieve besmettingen, zoveel mensen in het ziekenhuis, zoveel mensen op de IC, zouden we moeten zeggen, bekijk het van dag tot dag, volg de adviezen van het OMT en ga niet zelf een beetje freestylen. Mevrouw Hermans, tot slot. Ja, voorzitter, want ik deel deze woorden van mevrouw Ploemen absoluut niet. Het dag tot dag blijven kijken en blijven monitoren, daar zijn we het helemaal over eens. Dat vraagt volgens mij een crisis altijd. En zeker in de fase waar we nu in zitten. We kennen allemaal de modellen die daling voor volgende week inzet. Ik vind het belang, de brede afweging die gemaakt is, waarin wordt gekeken de doelen die we hebben met het coronabeleid. Maar ook, hoe krijgen we het in de samenleving, hoe blijven we dit met elkaar vol kunnen houden, vind ik in die balans dat er nu een verantwoorde keuze wordt gemaakt. Dank u wel. De heer Kuzu van Denk en dan de heer Van Hagen van Forum voor Democratie. Ja, voorzitter, vorige week zei de premier, we kunnen geen onnodige risico's nemen. En deze week zegt de VVD, ja, we kunnen eigenlijk versoepelen op basis van een aantal modellen die door het RIVM zijn gepresenteerd nu, terwijl het OMT zelf aangeeft, is eigenlijk niet zo verstandig. Dus ik probeer eigenlijk een lijn te vinden in de argumentatie van de VVD. Want voorheen was het altijd, we luisteren naar het OMT, geen onnodige risico's. En nu is het, ja, een model biedt ruimte. Volgens mij is het van 2-1. Volgen we de lijn van het OMT of mag de VVD ook eigenstandig afwegingen maken? Mevrouw Hermans. Ja, voorzitter, heer Kuzu begint nu over argumenten van de premier. Dat is de premier, dat is het kabinet. Ik sta hier namens de VVD-fractie en ik heb vorige week toegelicht wat onze afweging op dat moment was. En ik sta hier om vandaag toe te lichten wat onze afweging vandaag is geweest. Of gisteren in onze fractie, of eergisteren, wat is vandaag donderdag, dinsdag in de fractie besproken. En hier debatteren wij daarover. Het verschil tussen vorige week en deze week en het verschil ook tussen vandaag en volgende week is natuurlijk wel dat we blijven vaccineren. Dat er meer mensen gevaccineerd zijn en we daarmee doorgaan. En ja, ik erken ook dat met de stap die we nu zetten, nemen we ook een risico. En dat zie ik en dat erken ik. En ik erken ook dat dit voor de zorg, ik herhaal nog maar wat ik tegen mevrouw Ploemen zei, dat wij ons verheugen om volgende week op het terras een drankje te drinken en zorgmedewerkers wordt gevraagd om geen vrije dagen op te nemen. Dat geeft een oneerlijk gevoel. Maar wij zoeken continu in deze crisis naar wat kun je, ja, met een klein risico, maar toch op een verantwoorde manier doen. De heer Kuzu. Nou, voorzitter, ik heb in de afgelopen 10 jaar niet gezien dat de VVD een afwijkend standpunt innam dan de premier van de VVD. Maar dat even daar gelaten. Laten we dan inzoomen op een van die maatregelen. Dat is namelijk het openen van de terrassen tussen 12 en 18 uur. Kan mevrouw Hermans mij uitleggen waarom terrassen niet tot 19 uur kunnen open blijven, tot 7 uur kunnen open blijven of tot 8 uur? Want heel veel mensen die werken ook overdag, die kunnen dan aan het einde van de dag kunnen ze naar een terras toe en dan mogen ze meteen na een half uur al inpakken. Is corona na 18 uur extra besmettelijk? Mevrouw Hermans. Ja, meneer Kuzu, over die openingstijden van de terras heb ik zelf ook vragen aan het kabinet. Dus ik zou zeggen, stelt u die vraag ook aan het kabinet.
voorzitter, dit is wel heel makkelijk. Ik stel de vragen niet aan het kabinet, ik stel de vragen aan u. Want u heeft me net ook verteld dat u af kan wijken van het standpunt van de premier. Dus ik ben benieuwd wat u ervan vindt dat de terrassen om 6:00 gesloten moeten worden en niet tot 7 of 8:00 open mogen blijven. Mevrouw Hermans. Voorzitter, ik ga zo meteen aan het kabinet vragen waarop gebaseerd is om de terrassen tussen 12 en 6 te openen. Uw laatste vraag. Maar voorzitter, wat vindt de VVD nou zelf? We hebben te maken met de grootste fractie hier in het parlement. Het is echt veel te makkelijk om een keer wanneer er een vraag komt te zeggen, ja, ik heb daar vragen over aan het kabinet. Wat is nou het eigen standpunt van de VVD? U heeft dinsdag volgens mij een fractievergadering gehad. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat u tijdens de fractievergadering hier met uw collega's over heeft gesproken en dat daar een lijn uit naar voren is gekomen. Dus wat is het standpunt van de VVD over het sluiten van de terrassen om 18:00 en niet om 19 of 20:00? Mevrouw Hermans. Voorzitter, wij discussiëren in de fractie. De voorstellen toen overigens nog op basis van wat er in de media bekend was. Want de persconferentie was natuurlijk nog niet geweest. De tijdstippen van die terrassen kwamen voorbij. En die zijn in de fractie ook voorbij gekomen. Ja, want waarom 6:00? En waarom niet 8:00? Om het gelijk te trekken bijvoorbeeld met het tijdstip waarop je alcohol kan kopen. Een van mijn vragen dus. Waarom is het 6:00 en niet 8:00? Hetzelfde kun je zeggen. Waarom is het 12:00 en niet 10:00? Als je op zondagochtend gaat wandelen in het bos, op het strand, weet ik veel waar. Je wil een kopje koffie drinken en een stukje appeltaart eten. Waarom kan dat niet? Tussen 10 en 12 en gaat het terras pas om 12:00 open? Het zijn vragen die ik heb, waar ik de antwoorden van het kabinet graag wil afwachten, om daarna met mijn fractie over de moties die daar mogelijk over worden ingediend, of die wij zelf mogelijk indienen, een afweging te kunnen maken. Dat is volgens mij hoe het werkt hier in het parlement. Dank wel. Uw laatste vraag. Dat geldt ook voor mevrouw Bloemen. Ik heb het even voor de helderheid. We hebben afgesproken 4 vragen. Eerste termijn aan de Kamer en dan 6 vragen aan de bewindspersonen. Gaat uw gang. Oké, ja, ik zit dan al op 4, voorzitter, volgens mij. Ja. Ik hou het hier heel goed bij. De heer Kuusu, tot slot. Mevrouw Hermans hoeft mij niet uit te leggen hoe het werkt in de Tweede Kamer, dat weet ik wel. Mevrouw Hermans moet mij uitleggen waarom zij zelf nog geen eigenstandige afweging heeft kunnen maken. Ze gaat een aantal vragen stellen, geeft ze aan. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat dit moet doen denken aan de discussie over de avondklok. Toen heeft de hele Kamer ook aangegeven, nou, we zijn daar kritisch over en we hebben daar vragen over. En vervolgens werd het uitgeruild met een 30 minuten extra of een uurtje extra. Wat was het? Ik weet niet precies meer. Uw vraag is? En ik vraag me af of dat ook de lijn wordt van de VVD straks wanneer het gaat om het openen van de terrassen. Is voor u een 30 minuten extra acceptabel? Een uurtje extra acceptabel? Waar wilt u dan met die vragen naartoe? Dank u wel. Mevrouw Hermans en dan de heer Van Hagen. Voorzitter, het begint ermee dat ik wil weten waarop is het tijdstip 12 tot 6, ik zeg het goed, 12 tot 6 gebaseerd. Precies wat ik net al tegen u zei, waarom niet 10:00 in de ochtend en waarom niet 8:00 in de avond? Daar wil ik graag de antwoorden van het kabinet op horen. Wat is daar de rationale argumentatie onder? En dan maken wij vervolgens een afweging of we die voldoende vinden. Of dat we zeggen, ja, weet je, misschien moet je toch wel om 10:00 die terrassen openen. Of misschien moeten we wel zeggen, je moet er 8:00 van maken. Ik kan dat nu niet zo 1, 2, 3 zeggen, omdat ik die antwoorden graag wil horen. Omdat ik ook vind dat het zo werkt hier. Ik doe hier een inbreng, hoe wij naar ergens naar kijken. Ik stel vragen aan het kabinet, ik wacht op die antwoorden en maak dan de afweging. Dank u wel. De heer Van Haga. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik toch een beetje een ander geluid, want dit is voor het eerst volgens mij in de geschiedenis van deze coronasituatie dat het kabinet tegen het advies van het OMT ingaat en juist een risico probeert te nemen, hè, door allerlei mini-versoepelingetjes door te voeren. En daar verdienen ze ook complimenten voor. Alleen met betrekking tot die terrassen is het juist andersom. Het is juist gevaarlijker om die terrassen niet te openen, hè, in uw ogen, omdat dan mensen in het Vondelpark met z'n allen gaan lopen knuffelen en feesten. Dus die terrassen zijn juist een verbetering voor wat betreft de verspreiding van corona. Dus een beetje in dezelfde lijn. Is het dan niet, en u gaat dat natuurlijk aan het kabinet vragen, is het dan niet beter om dat juist maximaal open te gooien? Mevrouw Hermans. Ja, dus nogmaals, daarom stel ik daar vragen over. Waar is dat op gebaseerd? Waar het mee kan samenhangen, is waar ik eerder in debatten met u en vorige week volgens mij ook met meneer Wilders het over gedebatteerd heb, is wat gebeurt er nu als je die terrassen open doet en überhaupt dus ook als je ze langer open gaat doen, hè, als je op andere tijdstippen dan het kabinet nu voorstelt, wat gebeurt er dan in het aantal bewegingen? Het aantal bewegingen van en naar terrassen, in trams, in de trein, in de bus. En we weten dat bewegingen contact met zich meebrengt en contact is een grote risicofactor voor het virus.
De heer Van Hagen. Ja, dus mag ik aannemen dat u ook benieuwd bent of daar een onderzoek aan ten grondslag ligt, op basis waarvan precies die 12 tot 6 uur is gekozen. Dat gaat u waarschijnlijk ook vragen. Ik wil het niet tot de volgende vraag doen, want anders ben ik mijn 4 vragen kwijt. Dus ik heb nog een andere vraag en dat is, in de thuissituatie wordt het aantal bezoekers omhoog gegooid naar 2. Dus dan heb je daar 2 mensen uit verschillende bubbels of verschillende huishoudens die mogen op bezoek komen. Dan ben je met z'n 3. Maar op het terras mag je met z'n 2 maar afspreken. En het is gek, want buiten heb je minder besmettingen dan binnen. Dus kunt u mij uitleggen hoe dat met elkaar rijmt? Want dus binnen 3 huishoudens en op het terras 2 huishoudens. Mevrouw Hermans. Ja, ik begrijp heel goed wat meneer Van Hagen hier doet. En dat heb ik namelijk, probeer ik zelf ook de hele tijd. Om de logica van de ene maatregel af te zetten tegen de andere. En zo probeer je tot een consistent beeld van al die van alle maatregelen te komen. En weet u, ik ben ergens aan het begin van deze crisis ben ik tot de conclusie gekomen. Het gaat niet logisch worden, helaas. Het gaat niet consistent worden op wat je binnen thuis mag, wat er op een terras kan. We zoeken in alle samenstellingen, in alle gelegenheden waar je samen kan komen. Of dat nou thuis is, of op een terras is, of in een collegezaal, of op school. We zoeken om dat op een zo veilig en verantwoorde manier vorm te geven. Maar we moeten niet de hele tijd dingen met elkaar gaan vergelijken in de hoop het daarmee consistent te krijgen. De heer Van Hagen. Consistentie? Ja. Consistentie kan. Dan gooien we alles helemaal dicht. Dan is het duidelijk. Ja, dat is wel verbluffend eigenlijk. Want u accepteert dus volledig de onlogische benadering van dit kabinet in de hele coronacrisis. En dat onderschrijf ik helemaal. Hè. Mondkapjes, avondklok, lockdown. Heeft allemaal totaal geen zin. Click en collect, 4 uur ertussen. Niemand wist waarom. En nu het aantal mensen op de terrassen. Niemand heeft enig idee. De tijden waarop de terrassen opengaan, we tasten in het duister. Maar ik ga het straks aan de ministers vragen. En ik hoop dat u de juiste vraag stelt en dan hier met mij staat om ze te bevragen op deze totale onlogische situatie waar ondernemers gigantisch veel last van hebben, maar u dus duidelijk niet kunt verklaren. Ik vind het wel. De doelstellingen van het beleid zijn volstrekt duidelijk. Kwetsbaren beschermen en de zorg overeind houden. Waar meneer Van Hagen naar vraagt is, waarom mag iets binnen wel en buiten niet? En probeert dat helemaal congruent en consistent met elkaar te krijgen. Daar zat mijn punt op. Als we daar gaan zoeken naar die consistentie, dan wordt dat gaat niet lukken. En dat moeten we gewoon accepteren in een situatie, een crisis waar we in zitten en waar we steeds met elkaar zoeken naar wat kan er wel op een manier dat het veilig en verantwoord is en dat het ons nog een beetje de ruimte geeft om wat dingen te kunnen doen. Dank u wel. De heer Wilders. Ja, voorzitter. Laat ik ook een poging wagen bij mevrouw van de VVD over de terrassen. Kijk, dat u niet consistent bent, dat weten we. En dat mag. Maar het gaat u, noem ik aan, er ook om dat wij met die opening van de terrassen uiteindelijk niet meer, maar minder besmettingen krijgen. Dat moet het doel van ons allemaal toch zijn. En ja, u weet, ik heb dat ook vaak hier betoogd namens mijn fractie, in de buitenlucht, de kans om besmet te raken is klein. Dus als je dat nou beperkt, als je nou zegt van, nou ja, je mag maar met 2 man en van hetzelfde gezin, mag misschien wat meer en anders mogen het maar 2 zijn en met schermen en 1,5 meter. En vooral, het moet om 6 uur dicht. En wat gaan mensen, denk u, dan doen als ze om 4 uur met een collega of met een gezin of met een paar vrienden op het terras zitten? En ze nemen een wijntje of een biertje, het zonnetje schijnt. Wat denkt u dan dat ze om 6 uur gaan doen? Gaan ze dan naar huis een goed boek lezen? Of gaan ze dan bij een van hun vrienden thuis ongecontroleerd, misschien helemaal niet op afstand binnen, waar het wel nodig is, die afstand. Buiten is het onzin, binnen is het nodig. Gaan ze dan juist in het park zitten drinken of bij iemand thuis doordrinken? Dus als je die terrassen om 6 uur, dat wil ik u voorhouden, sluit, dan zou dat wel eens tot gevolg kunnen hebben dat we juist meer besmettingen krijgen in plaats van minder. En consistent of inconsistent, be my guest. Maar we moeten toch allemaal het doel hebben om juist minder besmettingen te krijgen. En dan helpt 6 uur toch niet. Mevrouw Hermans. Ja, voorzitter, die vraag begrijp ik. Want daarom schetste ik net ook in het debatje met de heer Kuzu 6 uur of 8 uur. Omdat dat die verkooptijd van alcohol op 8 uur staat. Vandaar dat dat straks een van mijn vragen is. Ik heb hem nu al 3 keer gezegd, dus misschien hoef ik hem zo meteen in mijn inbreng ook niet meer te herhalen. Waar we naar zoeken is, hoe kunnen we nu een stap zetten die ons allemaal een beetje ruimte geeft, een beetje perspectief geeft om weer wat dingen te kunnen doen. Maar tegelijkertijd, en daar begon ik mijn inbreng ook mee, hebben we alle
allemaal de verantwoordelijkheid om hier verantwoordelijk mee om te gaan. Dat zijn we aan de zorg verplicht, zei ik al. Dat zijn we aan ondernemers verplicht. Aan die horecaondernemers die terecht balen van alle voorwaarden die aan de opening van de terrassen kleven. Maar die wel nodig zijn om die besmettingen, om het corona in de klauwen te krijgen. En we zijn het ook aan elkaar verplicht. We zijn het aan elkaar verplicht om dat ik niet een beetje meer van de ruimte opsnoep dan u. De heer Wilders. Ik zeg niet, helemaal niet dat het onwaar is wat u zegt, maar dat was niet mijn punt. U reageert niet op mijn punt. Mijn punt was dat op het moment dat je om 6 uur de terrassen sluit, dat als mensen daarna elkaar thuis op gaan zoeken en ongecontroleerd, misschien geen rekening houden, zonder toezicht op 1,5 meter doorgaan, een drankje nemen met elkaar of naar het park gaan en vanuit de supermarkten, want die verkopen gewoon na 6 uur nog drank, daar wat gaan drinken, dat het niet leidt tot minder besmettingen, maar tot meer besmettingen. Die terrassen in de buitenlucht, vriend en vijand is het er inmiddels over eens dat je daar niet veel besmettingen krijgt. Maar ja, als je bij elkaar thuis op gaat zoeken, binnen, ongecontroleerd en daar een drankje neemt, dan leidt het eerder tot meer besmettingen dan minder. Dus mijn vraag aan u is niet over de ruimte. Mijn vraag is, als het nou niet helpt om het aantal besmettingen terug te dringen, maar de kans groter is dat je meer besmettingen krijgt door het om 6 uur te sluiten, waarom dan niet die 6 uur aanpassen, loslaten of wat u zegt later, in ieder geval geen 6 uur? Mevrouw Hermans. Er zitten een aantal aannames in de redenering van de heer Wilders. Mijn antwoord is 1. Het begint met, we hebben allemaal een verantwoordelijkheid om hier verantwoordelijk mee om te gaan. En 2 is, nu we dit doen, nu we die terrassen openen, waardoor we weer wat meer op pad gaan met elkaar. En precies tussen dat 6 en 8 uur moment vraagt dat dus ook iets in termen van de regulering, de handhaving en hoe we dat lokaal organiseren. En ik durf het al bijna niet meer te zeggen, maar daar zou ik in het vervolg van mijn betoog nog wel op in willen gaan. Want die dingen hangen samen. Dat ben ik met de heer Wilders eens. De heer Wilders. Zeker, maar mijn punt is, kijk, en dan de laatste keer voorzitter, maar mijn punt is, kijk, we hebben het bezoek van de mensen thuis, hebben we verruimd van 1 naar 2. Dus inderdaad, volgens mij zei collega Van Hagen of iemand anders dat, je mag nou in totaal dus met 3 mensen thuis zijn. Dus als jij met 1 of 2 mensen op het terras zit, dan mag je ze met ze teruggaan naar iemand thuis om daar verder te gaan drinken als je dat wil. Met 1 iemand, ja. Nou ja. Of sorry, 2 mensen. Met 2 mensen. Dat was 1, dat worden er nu 2. En ja, dan is er niemand die kijkt, maar goed ook trouwens, maar er is niemand die kijkt of je de afstand houdt. Het is niet gereguleerd. Terwijl op dat terras, hoe belachelijk dan ook, want nogmaals, buiten wordt niemand besmet, kan je dat nog enigszins reguleren. Dat heb je binnen niet. Dus het leidt ertoe dat als u samen in combinatie met die van 1 à 2 mensen thuis de terrassen sluit en mensen naar huis toe gaan, dat het niet leidt tot minder, maar waarschijnlijk tot meer besmettingen. En dat is mijn punt. Misschien dat u alleen daar nog even op in kan gaan, want als u dat met mij eens bent, dan kan 6 uur de terrassen sluiten nooit de oplossing zijn. Mevrouw Hermans. Maar dan maakt 8 uur niks uit, want dan kan nog steeds hetzelfde gebeuren. Ja, u vervolgt uw betoog. Eens even kijken, want ik heb natuurlijk ik ga even verder met wat ik zei, dat we dat aan ons allemaal verplicht zijn. En ik gaf al aan mevrouw Ploemen aan waar die plicht, die verantwoordelijkheid zit richting de zorg. Maar ook naar ondernemers. Die verdienen dat dit eerste kleine stapje gevolgd wordt door een volgende stap. En zeker ook ondernemers uit sectoren die nu nog helemaal niet open mogen. Die moeten we met z'n allen laten zien dat we er alles aan doen dat ook zij straks wat ruimte krijgen. En we zijn het aan elkaar verplicht niet de randjes op te zoeken. Om geen ruimte te verspelen, maar om met elkaar nieuwe ruimte te verdienen. Voorzitter, ik bedank het kabinet dat ze ons in de afgelopen dagen een inkijkje hebben gegeven in de overwegingen en afwegingen die gemaakt zijn bij dit besluit. Rekening houden met de stand van zaken in de ziekenhuizen, met de druk op onze ondernemers en wat we als samenleving nog aankunnen. En dat is continu zoeken naar een balans en daar hoort soms ook bij dat je een risico neemt. Dat doen we nu en dat ziet mijn fractie ook. En daarom begrijpen we ook dat de stappen die we nu zetten met voorwaarden omkleed zijn. En daarover een aantal vragen. Waarom is voor de opening van de terrassen het tijdslot 12 tot 6 uur gekozen? Waarop zijn die tijden gebaseerd? En ik snap dat je niet wil dat mensen om 10 uur nog aan het bier zitten, of 8 uur nog aan het bier zitten, maar we weten allemaal dat we daar wat losser van worden. Maar ik noemde het net al, het voorbeeld van het kopje koffie om 10 uur of om 11 uur 's ochtends met dat stukje appeltaart. Waarom kan dat niet? En hoe ziet eigenlijk in het openingsplan stap 2 voor de horeca eruit? Is er daar voor hen ook perspectief? Of zit daar ruimte om iets met die tijdstippen te doen?
Voorzitter, hoe verstandig en verantwoordelijk een groot deel van de mensen ook al is, we kunnen niet zonder regulering en handhaving. Want hoe voorkomen we massale borrels als terrassen na 8 uur dicht zijn? Hoe zorgen we dat in parken en op het strand de basisregels worden nageleefd? Welke afspraken zijn er gemaakt met burgemeesters? En ik hoorde ook iets over de inzet van stewards, bijvoorbeeld voor crowdmanagement, maar wat voor bevoegdheden hebben zij hierin? En hoe worden ondernemers ook betrokken bij de manier waarop die regulering en handhaving wordt georganiseerd? Voorzitter, doorgaan met vaccineren is cruciaal om ook straks de volgende stappen in het openingsplan te kunnen zetten. En hoewel we er met het vaccineren nog niet zijn, wil ik ook hier een compliment maken. Want we hebben de minister vaak achter de broek gezeten en dat gaat vandaag vast ook weer gebeuren als het vaccineren niet snel genoeg gaat. Maar dan wil ik ook eerlijk zijn als het goed gaat. Ik zag gisteren het staatje en ik zag hoe we daar weer opgeklommen zijn in de ranglijst. En ik weet dat de minister er niet naar kijkt, maar ik zou hem toch aanraden een korte blik te werpen. Dank ook dat de minister direct na het debat van vorige week afspraken heeft gemaakt met de huisartsen en GGD over het snel vaccineren van mensen tussen de 18 en 16 jaar die 60 jaar die een groter risico lopen. Voorzitter, er was de afgelopen dagen veel te doen om de field labs. En ik snap dat als je vanuit het het ziekenhuis uitkijkt over de stad, dat je je dan zorgen maakt. Dat je baalt als een stekker als je horecaondernemer bent en je voorstelt dat op zo'n dag dromme mensen voor jouw gesloten café langslopen. En ik snap ook dat als je burgemeester bent en je kunt niet instaan voor een goed en veilig verloop, dat je dan geen vergunning afgeeft. Maar we hebben die field labs ook niet voor niks. Dus laten we ze niet bij het grof vuil zetten. We hebben de kennis die daar wordt opgedaan hard nodig. En ik vraag het kabinet hoe zij daar nu naar kijkt. Voorzitter, ik ben blij dat we hier vandaag praten over stap 1. En met een meivakantie voor de deur is dat extra fijn. Maar ik benadruk het nog een keer. Het brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. En laten we die allemaal nemen. Dank u wel. Dank u wel. Met een interruptie van mevrouw Marijnissen. Dank voorzitter. Ja, mevrouw Herman sprak over de zogenaamde field labs. Ik hoop echt dat we daar met spoed een ander woord voor kunnen bedenken. Want ik vind het echt een achterlijk woord. Maar mijn vraag gaat over in het verlengde daarvan. Ik weet dat het wat anders is, maar we weten sinds kort natuurlijk dat het kabinet van plan is om €1 miljard uit te geven aan wat wij de commerciële prettesten hebben genoemd. En we weten sinds nog korter dat het kabinet ook van plan is dat als je dan ergens naartoe wil, je eerst moet laten testen, bijvoorbeeld naar horeca of naar sporten, evenement, maar dat dan ook €7,50 per persoon gaat kosten. Wat dus grofweg betekent als je met je gezin van 4 personen ergens naartoe wil, in een restaurant bijvoorbeeld, dat je überhaupt eerst moet laten testen, is al de vraag of je dat wil, maar dat je dat dan ook €30 kost voordat je binnen bent. Is mevrouw Hermans er niet mee eens dat dat in zichzelf een heel asociaal voorstel is, omdat dat voor heel veel mensen gewoon absoluut niet te doen is? Mevrouw Hermans. Misschien eerst nog even iets over dat testen. Daar hebben mevrouw Marijnissen en ik vorige week ook al even over gedebatteerd. En ik vind, en ik deel ook nog wel haar mening over het woord field labs. Maar het feit dat we op verschillende plekken uitproberen hoe dat nou werkt met een toegangstest. Met hoe we dan, als we met meerdere mensen bij elkaar zijn, hoe we daar ons gedragen, ons bewegen. En hoe we dat kunnen doen in een situatie waar we nog met het virus te maken hebben. Ik vind het belangrijk dat we dat doen. Ik vind het ook goed om daarmee een perspectief aan onze ondernemers te bieden om ook op termijn hopelijk weer extra en meer dingen te kunnen doen. En ik vind ook dat we dit soort activiteiten nu in een proef of in een testomgeving, maar ook straks dat die voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar en bereikbaar moeten zijn. En volgens mij zit dit onderdeel waar mevrouw Marijnissen nu op doelt in de wet waar volgende week over gedebatteerd wordt. En ik kan me goed voorstellen dat precies over dit onderdeel daar ook over zal gaan. Want wat ik al zei, ik vind het belangrijk dat het toegankelijk is. Mevrouw Marijnissen. Oké, dat doet mij deugd om te horen. Want als mevrouw Hermans zegt, ik vind het belangrijk dat het toegankelijk is, dan moet zij het ermee eens zijn dat €7,50 per persoon per test vragen als jij ergens naartoe wil. Dat er gewoon voor zorgt dat de tweedeling die corona in ons land absoluut heeft versterkt, nog verder versterkt gaat worden. Ik vind dit echt een voorbeeld van, ja, ik weet niet wie het uiteindelijk precies bedacht heeft, maar ik vind het wel een voorbeeld dat dit bedacht wordt hier in Den Haag, waar mensen dus kennelijk echt te weinig beseffen hebben hoe het leven van heel veel mensen in Nederland eruit ziet. Want dan bedenk je zoiets niet. Dan bedenk je dat als je €7,50 per persoon per keer, ik zei het net al, gezin van €4,30 moet betalen, dat je dan voor heel veel mensen
dingen die eigenlijk voor iedereen toegankelijk zouden moeten zijn, gewoon niet toegankelijk maakt. Dus ik zou het wel fijn vinden als mevrouw Hermans zegt, ik vind het belangrijk dat het toegankelijk is, dat zij ook uitspreekt. Ja, dat dan €7,50 per persoon vragen, dat echt absurd is. Mevrouw Hermans. Voorzitter, ik herhaal, ik vind het belangrijk dat het toegankelijk is. Ik vind het ook belangrijk om erbij te zeggen dat we natuurlijk volop aan het vaccineren zijn. En als het goed gaat en doorgaat op het tempo waar we nu gelukkig op zitten, dat ook voor de zomer een heel eind zijn. Leidt een beetje af, hè? Dat we dan een heel eind zijn en dat dan ook het toegangstesten of de het testen waar mevrouw Marijnis het over heeft natuurlijk in een andere hoeveelheid een andere rol gaat spelen in het toegang krijgen tot activiteiten. Maar ik zeg er dus nogmaals bij, ik vind het belangrijk dat in de komende periode dingen toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen. Dank u wel, mevrouw Hermans.